Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Als eerste, van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want daar zijn we gewoon bij aanbeland. Ja, ja. Saskia is al geweest. We zijn samen met Saskia de hondjes uitgelaten. Maar Saskia was ook helaas weer voor het laatst. Ze heeft een nieuwe baan. Ja, ze gaat weg bij deze instelling, stichting, weet ik van wat het is. Maakt allemaal even niet uit, maar ze gaat bij deze baas weg, waar ze nu bij zit. Ze gaat voor school in de wijk, de Schoten, geloof ik. Ja, ik geloof dat het in de Schoten is. Gaat ze werken, en dat wou ze al jaren, en nou kwam het zo op haar pad. Dus ja, daar gaat ze nou werken. Nou, ja, ik ben voor haar blij, maar voor mezelf niet, want dan had ik eindelijk weer een goeie in heen, een lieverd, die naar me luisterde. Dus ja, dan zal ik wel weer een ander krijgen en daar baal ik dan weer wel van. Ik verslik me. Ook dat kan gebeuren. Dus ja, lieve Saskia, ik hoop dat ik je ooit nog zal tegenkomen of zal zien of wat dan ook. Je weet me deur ook te vinden, dus bakje koffie, je weet het, kan je bij mij ook vinden. En het gaat je verder goed. En ik hoop dat je het, je keuze goed hebt gemaakt. Dat je Rijka, kom eens kijken. Ja. Hip. Ga daar naartoe. Hier, hè? Denk erom. Maar in ieder geval, ik hoop dat zij gewoon een goede keuze heeft gemaakt. Dat ze hier op haar nieuwe baan werk gelukkig mag worden. En blij kan zijn. Want dat gun ik er van harte. Ja. En ik zie wel weer wat er op mijn pad tegenkomt. Misschien krijg ik nou Erwin voorlopig elke week. Kan ook wezen dat het andere week als Erwin komt. Alweer een nieuwe voor mij in petto hebben. Ik weet het niet, nee. Maar dat horen we andere week wel. Want ik hoorde van Saskia wel dat ze al wel weer druk bezig waren om een ander te zoeken. Ja. Ik zag een vlindertje. Maar ik kwam beneden. Vanochtend, vanmiddag. Het was al middag eigenlijk. Het regende trouwens, het spoelde. Ik moest een jas over me heen om de poort open te doen. Maar ik zag wel wat staan. Ik denk, hè? Oké. Er staan twee palen in mijn tuin. Hoe dan? Ik weet inmiddels door wie dat gedaan is. Maar ik vond het wel grappig. Ik denk, hé, een goede gever. Dus ja. Dat dus. Maar wel grappig. Ja, vond ik wel wat hebben. Nou, moet je dat nou zien staan? Achterpoten staan en de voorkant weg. Hoe dan? Oh, ga je nou zo staan? Ja, goed zo. En daar ligt die dame. En ik ga een bakje koffie voor mezelf maken. Want daar heb ik wel zin in. En ik heb nog een lekker koekje van Saskia gehad. Want die had hele kleine appeltaartjes meegenomen. In de vorm van een klein koekje. Ze hebben het al weggegooid. Denk ik, even kijken. Ja, nou dan pak ik die ene even. Ik heb mijn handen wel weer wassen. Dit is het vormpje, daar zat het in. Nou, hoe dan? Toch leuk? Zo'n klein appeltaartje. Ja, gewoon gezellig, gewoon leuk. Ja. En dus, nou, mijn handen wassen. Zo. En afdrogen.
Ja. En Rijka, die had gisteren dat we thuis kwamen, tenminste ik thuis kwam, van het uit eten, was ze zo blij, die Trien Hola. Heeft ze mij opengehaald met haar pootje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar ik denk het wel. Ik denk het wel, hè. Ja, moet te zien zijn. Ik zie het zelf niet. Helaas, pindakaas zie ik het zelf niet. Wat raar dat ik het zelf niet zie. Gaan we even meer naar het licht toe. Ja. Even meer naar het licht. Kijken of... Ja, nou zie ik het wel. Dus ja. Dan moest de pleister op, want het was gelijk bloed. Ja. Maar ja, het is weer... geheeld, laat me zeggen. Maar het deed ook wel eventjes zeer. En ja, dan liep ik zo van, ja, voordat dan mijn kleren kwam. En, maar ja, het is nou echt zo lekker in het zonnetje, hoor. De tante. Op de ijzeren plaat. Maar het is ook raar weer. Daar zegt ze 19. Computer zegt 20. Nee, dat moet ik niet wezen. Daar moet ik zijn. 19 overwegend bewolkt. Het voelt als 19. Dus wat de computer met 20 wil, weet ik niet. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Had ik dat al gezegd? Het is woensdag. De 10e van de 7e 2024. En we leven om 13:44. Die ziet ook van alles. Maar ik zie niks. Hoe dan? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En geniet ook een beetje mee. Tot later. Doei doei. De dames zijn buiten. En jullie zien. Het is een dikke bende. Op mijn terras. Maar dat geultje wordt sowieso dichtgemaakt. Wat de vorige niet dicht heb gemaakt. Wat toen al had gekund. En daar staan twee palen. Daar wordt de schutting mee verstevigd. Want de balken die zijn wel ook verrot. Ook wel de plank hier en daar. Maar ja, je moet maar geld hebben om een hele nieuwe schutting neer te gooien. Dat heb ik nog niet. Nee. Alle beetjes komen langzaam. Ja. En dit is al heel erg lief. Ja, die meneer die dat doet... Dat is een hele lieve meneer, maar die wil niet op de vlog. Dus ja, dat komt, dan doen we dat ook niet. Alle respect, hè. Hij wil er niet in. Dus dan doen we dat ook niet. Hij heeft wel internet, maar gebruikt het amper. Dus ja, dat dus. Hè, dametjes van het goede leven. Hè, Elwing. Mijn meisje. En Rijka... Die doet niks anders dan blaffen en stout zijn, maar ze kan ook lief zijn, ja. Yeah. Hé, Rijka? Ja. En wat ga jij doen, kind? Hé? Wat ga jij doen, schat? Ja, ze is zo lief. Ja, ik had eigenlijk vanmiddag nog weggewild, maar dan gaat het hem nou niet worden. Want dan had ik naar de Action toe gegaan, want ik... Moet zo'n grote lamp erbij zien te hebben, die witte, laat me zeggen. En die lichtjes, die gekleurde lichtjes om de pergola, die ik erom gewikkeld heb, die op zonne-energie werkt. De ene keer doen ze het wel en dan weer een paar, een aantal nachten niet. Misschien een jaar niet en dan in ene weer wel. Nou, wat heb ik daar dan aan? Ik moet er wel goede verlichting omheen hebben. Ja. Dat komt ook wel goed. Maar ja, in ieder geval. Ik ben er blij mee dat ik eindelijk een beetje geholpen word. Ja, echt waar. Dus ja, lieve vrienden. En dat dus. En ik ga een vlog in elkaar zien te proberen te zetten. Die glas lijkt wel donkerder dan die. Of komt dat door het lichtinval? Ik weet het niet.
ga hem op mijn leggen. Ja. Ja, wat is het? Meekleurende glazen. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik ga ook eerst even Mary bellen. Kijken hoe het met die vergaat. En dan komt alles wel weer goed. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. En ja, jullie komen het resultaat natuurlijk te zien. Dat is logisch. Ja, ik geniet nou al, ondanks dat het nog een troep is, geniet ik. Want het wordt eindelijk weer eens een keer gedaan. Dat zou lang al klaar kunnen zijn als die andere gast die naar de andere wijk is verhuisd, het maar had afgemaakt. Nee, hij wou het niet afmaken, als ook weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, nou wordt het gedaan. En gelijk, ja, hij gaat meerdere dingetjes doen. Ik heb ook 2 kleine komkommetjes gekregen. Oké, ga ik hem niet zeggen van, ik heb het aangenomen. Maar ik kan het niet meer eten, want mijn maag kan er niet tegen. Ja, dus sorry, belorie. Dus ja, ik geef het gewoon aan een iemand anders die het ook verdiend heeft. Mario, die kan er ook geloof ik niet tegen. Dat weet ik niet. En anders krijgt Mary het. Ja. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet een beetje mee. Doei, doei. En die legt weer zo lekker daar op de vensterbank, dat hoofdje. Hè? En daar uiteraard op de bak. Op de speelgoed. En buiten, nou ja, er wordt nog druk gewerkt. Ja, helemaal druk. Dus ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. Ik ga ook aan het werk. Ja. En af en toe word ik gestoord per telefoon. Maar dat moet allemaal kunnen. Dus ik zeg, geniet gewoon van jullie ding. Het is buiten bij de poort hier 24 graden, maar in werkelijkheid is het maar 19 graden. Maar bij de poort is het in de Lulte. Dus ja, dan kan je er een aantal graden erbij op rekenen. Dus, maar oké, ik zou zeggen geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, ik sta er even bij. Ook al heb ik heel veel pijn, maar dat doet er even niet toe. Daar hebben we het er niet over, maar het begint op te schieten. Morgen komt hij weer. Er staat ook nog een hoop niet op zijn plek. Hij is dus nog druk bezig. Zijn gereedschap is hier, et cetera. Dat staat gewoon aan de kant. En hij is nou naar huis, want hij moet ook eten. Hij is ook maar alleen. En ja, ik ben blij. Laten we het daar in ieder geval al op houden. Rijka. Nou, Karin de fiets, ja, die staat daar nu. Maar kijk eens. Eindelijk het randje dicht en de rest dat wordt dicht gedaan met een beetje cement of zo, weet je. Ja, ook hieromheen keurig netjes dicht gemaakt. Ja, helemaal netjes dicht. Ja, nou ja, daar ligt nou een heuvel zand. Het is betekend, maar er ligt een heuvel zand. Wat ben jij aan het doen, tante Pollewop? Hé, nee, ba. Niet doen, niet doen. Moet je nou kijken hoe je eruit ziet, hè? Hallo? Ja, je ziet er niet uit. Hier, ba. Kom eens hier. Ba, abba, ba. Vies peukje. Nou ja, hij heeft die tegels geteld. Daar ligt ook nog een hele, want hij wil dat ook dicht gaan maken voor me. Dus ja, ik ben helemaal blij wat dat er gaat. En die planken die hier stonden, die verrot waren, die daarvan was, van de moestuin laat me zeggen, heeft hij ook al kapot gemaakt. En dit gaat hij ook doen. Maar ja, aan het einde van de maand gaat hij weg op vakantie. Nou, dat is hem van harte gegund. Maar ook die paal die staat daarbij. En we zijn wel onderop nog een schroef er doorheen jagen. En dat is hier net zo. Ja, en het waait als een raket. Ja,
Maar jong gedaan, hè? Kom jij daar eens even weg? Hé, hallo. Kom daar eens weg. Rijka. Dove. Nou, één. Mooi. Dankjewel. Nou ja, we gaan er binnen. Het waait dus als een raket. Er is heel veel wind op komen zetten. Ook deze deur, die doet het weer. Ja, daar heeft hij ook al voor gezorgd. Ja, kijk, maar hij blijft niet meer hangen. Dus ook daar ben ik blij mee. Hier jij, zo hard waait het dat de deur verder waait. Nou moet ik even zitten. Want ik heb pijn in mijn rug en pijn in mijn knie. Dat willen jullie niet weten. Nou moet ik mezelf eerst eens zien. Zo, haha, daar ben ik weer. Ja. Dus hoe laat leven we? 17:31. Het is nog geen hondjes uit laat tijd. Nee, want we zijn vanmiddag ook later gegaan omdat Saskia mee wordt. Ja? Ja. Maar we gaan straks wel. Ja, ik ga eerst zometeen de vlog even naar YouTube brengen en inplannen. Maar ik wil even onze volgers even wat later horen. Ja, wat voor mijn neus staat. Ik kreeg nieuws binnen. Ja, luister en huiver. En word wakker als je al nog niet wakker bent. Als je naar mij kijkt, moet je wakker zijn. Want je hoort bij mij veel waarheden. Wat er over de hele wereld gebeurt. Luister. Klokkenluiders. Miljarden aan belastinggeld, ons geld, gebruikt voor kinderhandel. Overheidsfunctionarissen medeplichtig. Gaat er nou niet eens een keer een lampje branden daar van binnen? En worden jullie nou niet wakker? Ga opstaan. Ga overal tegenin. Op een nette manier. Je hoeft geen geweld te gebruiken. Is niet nodig. Maar maak een burgerarrestatiesteam. Arresteer die lui. Sleep ze voor de rechter. Dat mag, hè? Ja, op een nette manier is dat. Ja? Zo simpel. En probeer politiemensen achter je te hebben. En marinelui achter je te hebben die wakker zijn. Ja, die helpen ons. Degene die wakker zijn, helpt ons. Echt. Daar zijn ze voor. Maar in ieder geval, er is meer nieuws. Zal ik ook eens even heen. Dat was die GroenLinks. Wat is dat? Klikken we aan. GroenLinks, PvdA, Kamerlid. Overspoeld met kritiek. Na uitspraak over het extreme weer dinsdag. Totaal fake nieuws. Ja? Dinsdag trokken er enkele stevige regen- en onweersbuien over het land. Pakten ze pittig uit met hagel en zware windstoten. Ja? Ik heb ook al nog een bericht gelezen over die hagelbuien. Ik dacht altijd zelf dat hagelstenen, wat voor formaat dan ook, dat doet er even niet toe, uit hunzelf smolten en dat het water werd en dat het weggaat. De putten, et cetera. Nou moeten ze, weet ik van waar dat was, wel hier in Nederland, maar ik weet zo niet uit mijn hoofd meer waar. Moeten ze die hagelstenen opruimen en dat gaat nog waarschijnlijk weken door. Hoe dan? Het smelt toch? Of ben ik zo gek? Ik weet het niet, maar zet het hier maar onder de vlog, hè? Ja, zet het er maar onder. Geef mij jullie reactie erover. Ik wil graag van jullie weten hoe jullie daarover denken. Dat smelt toch weg? Net zoals sneeuw wordt ook weg te smelten. Maar ik heb van de winter iets anders gemerkt. Hou er een aansteker bij een handje sneeuw en het wordt zwart. Het smelt niet. Ja? Hoe dan? Dus ja, en net zoals dit ook. Het KNMI gaf code oranje aan. In het hele land, dus ook hier.
We hebben maar één donderslag gehoord en we hebben regen gehad. Oké, okay, je bent netjes weg, netjes gekleed. Je hebt geen jas aan omdat het heet is. Je hebt wel een vestje mee. Dus ja, ze zit de auto maar voor de deur hoor. Ja, echt, dat was zo bizar, zo bizar. Maar ja, wel veel regen gehad, maar voor de rest, het viel allemaal wel mee, dus ja. GroenLinks, PvdA, Kamerlid, Susanne Kroger, weet ik veel, deelde een foto op X en een dreigende lucht en schreef erbij: meer extreem weer, door klimaatverandering gaan we dit steeds vaker zien. Rot op, het is geen klimaatverandering, nee. Onder andere HARP. Ja, typ HARP in H-A-A-R-P op Google. Je kunt bij beide zoeken op afbeeldingen, dan zie je hoe het eruit ziet. En gewoon op alles dat je... In Brazilië, geloof ik, hebben ze zo'n locatie van HARP om laten gaan, die antennes die er staan. Weg ermee, hopla, weg. Er moet veel meer gebeuren dan alleen nog dat. Ook al die windmolens, die verspreiden ook vergif. Want er zit een dingetje in, bovenin. En ja, lees je in, zoek het op. Ga meer dingen lezen en trek het na. Is het waar, is het niet waar? De ene zegt van, het is niet waar hoor, het is allemaal gelogen. En dan, dan kom je nog iets tegen. Ja, dan staat er, het is wel waar. Dan zie je het hele verhaal. Maar dan ga je verder spitten en spitten en spitten. En dan kom je er wel achter dat het waarheid is. Bij Den Haag en al die andere lui die willen ons juist doen laten geloven dat het waar is. Daarom mogen wij, de mensen met waarheden, worden monddood gemaakt. En dat laten wij niet toe. Nee, want we gaan gewoon weer door. Zo simpel. Is het niet met het ene account, dan is het wel meer met een ander account. Gewoon doorgaan. Laat je zien. Laat je horen. Ga ervoor. Ik ben zelf minder valide, dus ik ga niet de straat op om te demonstreren. Ja, op een lieve manier. Zoals wat we al eerder hebben gehad met die lichtjes. Hè, in het donker. Dat is op een andere manier demonstreren. Want er is niks mis met het klimaat, want moeder de natuur heeft zich altijd nog zelf weten te redden en te herstellen. Het enige wat wij de mensen moeten doen, is je troep achter je kont opruimen als je hebt gepicknickt of weet ik veel wat. Laat het niet in de natuur leggen. Doe het in een tasje en gooi het thuis weg. Ja, dan hou je de natuur schoon en netjes. Dat is de enigste vraag van moeder de natuur, maar ook uit mijn hart vandaan. Gooi geen papiertje van een snoepje op de grond. Ook voor de jeugd, hè, want ik weet dat er heel veel jeugd ook naar me kijkt. Gooi niks op de grond. Want als je thuis bent, kan je het weggooien in de bak. In een vuilnisbakje die je in de keuken hebt staan of in de container buiten. Daar kan je het weggooien. Ga je met vriendjes of vriendinnetjes weg. Neem gewoon een leeg tasje mee. Doe dat bij flesjes of blikjes drinken. Ja. En dan als het blikje leeg is, maak hem dan desnoods. Oh nee, er staat tegenwoordig statiegeld op. Maar staat er geen statiegeld op, kan je het weggooien. En dan kan je het er ook allemaal in een tasje doen. En dan meenemen naar huis. En iedereen moet dat gewoon voor zichzelf dan doen. Dat niet één persoon dat moet doen. Nee, neem allemaal een tasje mee waar het in kan als het leeg is. En wees lief en help elkaar. Ja, maak geen ruzies. Wees gewoon lief. Want ja, er zijn ook natuurlijk kinderen genoeg die ruzies maken. Nee, hou ermee op. Wees lief voor elkaar. Geef elkaar de hand. Ja, en ja. Wees gewoon lief en doe leuke dingen met elkaar. Ja, deden wij vroeger ook hoor. Ja, gewoon leuke dingen doen. Oké, ik werd ook wel eens uitgescholden vroeger hoor. Echt wel. En dat deed mij pijn. Want schelden doet ook pijn, hè. Weet dat.
ook via internet. Hou ermee op. Niet schelden, want jij weet niet hoe die ander aan de andere kant van het schermpje is, waardoor diegene heen gaat. Jij kent die persoon misschien niet eens, omdat die, weet ik veel waar woont, waar je niet kan komen. Ja? Hou ermee op. Wees lief naar iedereen. En ga niet lopen te schelden of te tieren of wat dan ook, want dat doe je verkeerd. Ja. Maar oké, dat was de hagel. Hagel smelt in mijn ogen. En daar hoef je niet de gemeente achteraan te sturen om dat op te ruimen, want spoor je niet in mijn ogen. En moet je het alsnog wel opruimen, dan moet je het gelijk eens controleren wat erin zit. Dan zal er wel chemicaliën mee zitten, ijzer, weet ik veel, metaal. Waarom het niet wilt smelten? Dat dus. Ja? Dus denk maar na. Dan hadden we er nog eentje. Een arts toont. Arts toont scan van 21 jaar die turbokanker. Wat is nou weer turbokanker? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Kanker kreeg door het vaccin. Hij gaat dit niet overleven. Is hij nog maar 21 jaar en gaat de ziekte niet overleven? Hebben jullie turbokanker gehoord? Nou, ik ga het straks opzoeken wanneer ik de meisjes heb uitgelaten. Dus ik laat deze pagina staan. En die minimaliseer ik. Want ik moet mijn vlog nog eventjes naar YouTube brengen. Kandels, die zit te mekkeren. Dus ja, die wil naar binnen. Maar ik ga toch eerst de meisjes doen. Dus ja, eerst de vlog, dan de meisjes. En dan kan Kandels pas naar binnen komen. Hij heeft pech. Hij de hele dag daar moeten weer zitten. Omdat de deur steeds open en dicht ging. En ja, die man die was aan het werk. En ik ben wat dat er gaat super blij dat het eindelijk eens een keer aan mij gedacht wordt. En dat ik geholpen word door gewoon een vrijwillig iemand. Toppie. Ik ben hem zeer dankbaar. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Smakelijk eten. Bon appétit. En tot later op de avond. Dus geniet van alles. Doei doei. Zo lieve vrienden, ja, het is weer de hoogste tijd om naar boven toe te gaan en naar bedje. Verenlakens trouwens, ik ben echt rotje af. Ik heb de meisjes net uitgelaten. Het is nog mooi bij tijd, snel in 45, dus ik ga hard naar boven toe te slapen. Ja, want ik heb vreselijk veel pijn aan mijn rechterknie. Ik denk dat ik te veel gedaan heb vandaag, ook buiten, te veel gestaan ook, hè, om uitleg en dingen vragen of wat dan ook, ja. Het is nou eenmaal zo. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard gezond uit je bed zien te komen. En ik weet, ja, jullie weten het, God die houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei.